Dit is mijn 43ste zondagvlog. En deze keer gaat het over klantenbinding. Hoe doe je dat nou? Want heel veel mensen praten erover. We willen klanten langer in de winkel houden, want ze weten dat nieuwe klanten enkele keren duurder zijn dan bestaande klanten behouden. Maar hoe doe je dat? Ik heb er een cursus over geschreven. Dat is mijn oudste cursus, klantenbinding door kwaliteit. En ik heb er natuurlijk ook een e-book over geschreven. Daar wil ik het even over hebben. Ten eerste, is het e-book klantenbinding door kwaliteit, dus mijn dikste, belangrijkste basis e-book voor mijn belangrijkste cursus, dat staat gewoon gratis op internet. De gehele maand staat het op internet. Je kunt het gratis downloaden via mijn website. Naast deze video zie je dus een tekst en er is een link. En als je dat ding wil hebben, dan moet je gewoon op die link klikken. En dan zie je het. Maar ik wil even met jullie een paar dingen bespreken uit het e-book. Namelijk, klanten binden doe je door kwaliteit te bieden. En dat is juist het probleem. Want als je kappers vraagt, lever jij kwaliteit, dan is er bijna geen één kapper die zegt nee. Iedereen zegt ja, wij leveren kwaliteit. En als je dan vraagt, ja, wat is dan bij jou in jouw winkel kwaliteit? Dan kunnen ze daar meestal geen antwoord op geven, want het is onduidelijk. Ze zeggen dan, ja, je weet kwaliteit. Nou, ja, kwaliteit moet je kunnen benoemen, je moet het definiëren. Nou, maar hoe doe je dat? Nou, daar heb je dus een cursus voor, of in dit geval het gratis e-book waar je in kunt lezen. Soms kom je bij kappers en dan doen zij per ongeluk goede dingen. Per ongeluk in dit geval, ik bedoel per toeval, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze zitten toevallig op een goede locatie, ze hebben toevallig de juiste dingen gedaan in de zaak. Ze hebben toevallig de juiste medewerkers gekregen. En dan denk ik soms, daar zit een concept achter. En dan vraag ik ernaar van, God, het lijkt allemaal logisch wat je hier doet. Wat is jouw concept? Is daar geen concept? Ze hebben het gewoon, dat is per toeval is dat ontstaan, dat is gegroeid. Het probleem is dat het ook per toeval, per ongeluk, ook morgen weer weg gaan zijn. Want er gaan een paar medewerkers weg, er gebeurt er iets en dan is het toevallig. Omdat ze dan ook niet weten hoe het ontstaan is, is het toevallig weg. Leuk is altijd als je weet waarom dingen goed gaan en waarom dingen slecht gaan. Dus als je het gaat analyseren. En wat is nou eigenlijk kwaliteit? Nou ja, in elk geval moet je met je medewerker in een actueel uurtje gaan zitten en zij moeten opschrijven, zij moeten het zelf verwoorden. Wat is bij ons in onze winkel kwaliteit? Wat hoort er allemaal bij? Ik denk dat ik een aantal zondagvlogs doe over dit thema en dat we dat dan in rust allemaal kunnen bespreken. Want dit is onmogelijk in één zondagvlog. Dat kan helemaal niet. En wij gaan altijd uit van de klant. De klant wil dit en de klant. De klant bestaat helemaal niet. Wie denkt dat de klant bestaat, die moet er even over nadenken. Want er is niet één soort mens. Bestaat niet. Er zijn verschillende soorten mensen die verschillende behoeftes hebben op verschillende momenten van de dag, van de maand of van het jaar. Dus waar je ook over na moet denken is, als je de klant helpt, en dat is een spagaat, hè? Kan helemaal niet. Je moet altijd denken van, wat is mijn lievelingsklant en voor welk soort mensen heb ik deze winkel? Dat andere mensen die dat ook leuk vinden bij jou, of schoon ze niet bij die doelgroep horen, bij dat soort mensen wat je graag in de winkel zou willen hebben, dat is iets anders. Je kan nooit klanten naar huis sturen omdat ze toevallig niet bij je doelgroep zitten. Dat bestaat niet. Dus die mogen ook binnenkomen. Maar je hebt voor een bepaald soort mensen, heb jij de juiste winkel. Wat zijn dat voor mensen? En wat kan je hen bieden? Nou, dat zijn allemaal dingen die in dit e-book staan. Oh ja, daar wil ik het nog even over hebben. Je kunt beter worden op twee manieren. Namelijk, je kunt kijken wat je slecht doet. En dan dat ga je proberen te verbeteren. Dat is de langere weg. En je kunt ook kijken van, wat doen wij al goed? En bouw je sterke kanten
uit. Want dat gaat makkelijker, dat is met minder frustraties. En als je weet wat je al goed doet, probeer dat te klonen, te kopiëren, om het zo vaak mogelijk te doen. Ook dit, droom je niet 's nachts in je slaap, tenzij dat je een of ander abonnement bij een of ander heilige geest hebt, dan hoef je dit ook allemaal niet te doen, want dan komt het 's nachts over je heen. Maar als je dat dus niet hebt, dan moet je daar even over nadenken en dan moet je daarbij stilstaan, dan moet je met je medewerkers zitten en dan kun je ook je medewerkers vragen, hey mensen, wat doen we eigenlijk al goed? En waar hebben we het succes aan te verdanken? Wat vinden de klanten leuk dat wij doen? Je kunt ze ook vragen, je kunt gewoon de klanten vragen. Tijdens de behandeling vraag je het, niet met een schriftelijke enquête, je vraagt het gewoon, wat doen we goed? En als je dat een beetje in kaart hebt gebracht, wat jullie goed doen in de winkel, dan is het zaak om daarover te praten van hoe kunnen we dat wat we goed doen uitbouwen? Wie doet wat in de winkel het beste? En kan iedereen in de zaak zo worden als de beste? Iedereen is op een bepaald onderdeel het beste. De ene ontvangt de klant het leukste, de ander telefoneert het beste, de ander knipt het beste, de ander adviseert het beste. Dus kijk of je alle medewerkers op het niveau krijgt van wat iedereen in de zaak het beste doet. Zo kun je langzamerhand de kwaliteit verhogen. En ik heb een kapstok ontwikkeld, de 7 sleutels voor kwaliteit. Waarom 7? Ja, het had ook 6 kunnen zijn, het had ook 8 kunnen zijn. Maar ik wil altijd een soort structuur hebben. En getal 7 vind ik een leuk getal en het is meestal ook voldoende. De 7 sleutels voor kwaliteit zijn kreten. Kreet. Net als dat je zegt, ik lever kwaliteit, dat is wel een kreet. Maar wat het is, dat kun je er zelf aanhangen, als je maar een structuur hebt. Volgende keer praten we over de eerste sleutels van de 7 sleutels van kwaliteit. En dan kunnen we kijken van, of jij moet kijken, in je zaak, want ik ben er niet bij. Hoe kun je die sleutels toepassen? Waar zie je sterke kanten? Waar kun je het uitbouwen? En nu wil ik je vragen, het is heel handig als we volgende zondag weer over dit thema praten, dat je al het e-book hebt. Nou, je gaat dus naar mijn website www.peptalk.nl en je gaat, ik heb 3 doelgroepen zoals je dan ziet. Ga naar de doelgroep kappersbranche. Fiets je even door naar beneden en zie je aan de rechterkant zie je gratis e-book downloaden. Daar klik je op. Krijg je een link via je website en dan ga je daar naartoe en dan ga je dat downloaden en dan ga je dat uitprinten. Je leest het door, je bespreekt het ook met je medewerkers en volgende week zondag gaan we daar even op door op dit thema. Nou, veel plezier nog deze week. Ik wens jullie allemaal heel veel leuke klanten en als je die video's van mij leuk vindt, ik zou het heel prettig vinden als je mijn kanaal gaat abonneren. Want waarom is dat leuk? Ja, ten eerste kost je het niks, het is gratis. En ten tweede krijg je een signaal dat er weer een nieuwe video is. En dan mis je niks. Dus ga mijn kanaal abonneren als je wilt. Tot volgende week zondag. Dag.